Johan Wallem, welkom bij KV Kortrijk. Voor de meeste voetballiefhebbers ben je geen onbekende, maar voor wie jou niet kent, stel jezelf toch maar eens voor. Maar eerst en vooral, ik heb vele jaren gevoetbald, eerst in eerste klas en ook in het buitenland, vooral in Italië. En nu, ik ben trainer het is al mijn zevende seizoen. Ik heb 2 jaar gedaan bij Anderlecht, bij de belofte. En dan 2 jaar heb je in Italië, bij Udinese ook. En nu 3 jaar bij de nationale ploeg met de 21. En nu voor de eerste keer in eerste klas hier in Kortrijk. Was je toe aan een nieuwe uitdaging, mogen we dat zo zeggen? Ja, maar ik heb veel gestudeerd, ik heb veel geleerd de laatste jaren. En ik wil, dat is voor mij een mooie uitdaging, een mooie challenge. Van waar je keuze voor deze club, voor KV Kortrijk? Voor twee redenen vooral. Ik was al in contact met KV Kortrijk voor de seizoen. En dat is niet goed geweest. En nu ze zijn teruggekomen bij mij. En dat was ook een mooi signaal voor mij. En daarom heb ik gekozen voor Kortrijk. Ja. Hoe goed ken jij KV Kortrijk eigenlijk? Ik ken toch ik ken zeer goed Ed van Azenbroek en ook Yves van der Haak. Want we hebben samen de Pro License gedaan. En ik heb ook met Yves gespeeld. Dus ik ken een beetje de club ook, maar niet zoveel. Ik moet nog veel leren van de club, bijna alles denk ik. Maar ik weet hoe het sfeer hier is en hoe het wordt gevoetbald is. Ja. Ja. Heb je wedstrijden vorig seizoen gezien van KV Kortrijk? Ja, inderdaad. Ik heb toch een paar wedstrijden gezien. Ik kan zeggen dat het was wel leuk om Kortrijk te volgen. Ja. Je hebt hier als speler natuurlijk gespeeld, met Anderlecht tegen Kortrijk. Zijn er wedstrijden die je zijn bijgebleven? Nee, vooral het is altijd hier moeilijk te komen voetballen. Vooral voor de grote ploeg. En dat moet zo blijven, denk ik. Dat is, het is altijd zo en altijd zo geweest. En, ik herinner me, hè. Dat is altijd moeilijk om hier te komen voetballen. Ja. In de voorbije 6 jaar heeft KV Kortrijk 3 keer play-off 1 gehaald. Dat schept natuurlijk meteen hoge verwachtingen, hè, voor jou. Maar dat wil gewoon zeggen dat de club heeft zeer goed gewerkt en ook heeft bepaalde middelen, denk ik. Maar dat komt niet zo, denk ik, play-off 1. Als ze werken goed, als ze goede spelers en een beetje geluk ook, dan krijg je altijd de kans om misschien naar de play-off 1 te gaan voetballen, vooral in het einde van het seizoen. Maar het is niet altijd zo gemakkelijk. Ja, de club staat bekend om zijn fris, aanvallend voetbal. Is dat ook het voetbal dat jij voorstaat? Maar ik heb graag te zien een aanvallende voetbal. Dat is zeker, en met kwaliteit ook. Dat is ook een beetje mijn stijl. Ja. Wanneer zal jij na jouw eerste seizoen tevreden zijn? Eerst en vooral als we goed voetballen. Als we zijn zo snel als mogelijk. Ik zal niet zeggen in de middenmoot van de eerste klas, en daarna kunnen we altijd iets speciaals doen misschien. En dat zou schitterend zijn, maar ik wil niet zo spreken nu. We zullen wel veel werken om goed te voetballen en plezier te doen aan de fans hier. Tot slot, als Van Stalige spreek jij behoorlijk goed Nederlands. Waar heb je dat geleerd? Ik heb dat geleerd op school en ook de laatste jaren bij de Bond. Ik denk dat het is normaal in België dat we minimum 2 of 3 talen spreken. Ik spreek ook Engels en Italiaans, dus ik heb daarmee geen probleem. Okay. Heb je tot slot nog een boodschap voor onze supporters? Ja, ik wil iedereen al bedanken voor de berichten dat ik heb gekregen toen ik heb hier getekend. En ik hoop dat we zullen hebben een goede relatie met de fans, met supporters. En dat is ook mijn bedoeling. Bedankt Johan en veel succes. Dank je.